Rijnsburgse jongen heeft bom op slaapkamer. Grote brand verwoest autobedrijf in Valkenburg. 14 koninklijke onderscheidingen uitgereikt in Katwijk. En ruim 100.000 Lego steentjes voor Incidenten City. Een Rijnsburgse jongen meldde afgelopen donderdag dat hij een bom op zijn slaapkamer zou hebben. De politie heeft de woning aan de Koningin Julianalaan bezocht en trof op de kamer een explosief aan. De politie kwam donderdagmiddag als eerste ter plaatse, maar ze vertrouwden het niet en schakelden de EOD in. De brandweer stond klaar met hoge drukspuiten voor als het mis zou gaan. De EOD is het huis binnengegaan en heeft alles verkend voordat ze het explosief naar buiten brachten. Het explosief is in een grijs kistje in de wagen gezet. Dit is op een veilige plek tot ontploffing gebracht. De explosieve opruimingsdienst heeft een aluminium fles met daarin kruid uit vuurwerk gevonden. Die fles is meegenomen en die is nu ergens in de buurt wordt die fles onschadelijk gemaakt. Er was dus een explosief in de woning? Ja, dat kruid kan ontploffen. Dat is dus gevaarlijk en moet daarom onschadelijk gemaakt worden. En dat gebeurt nu. De politie heeft een harder woordje met deze jongen gesproken. Wat de gevolgen van deze actie zijn, is nog niet bekend. In een autobedrijf aan de Voorschoterweg in Valkenburg is in de nacht van donderdag op vrijdag een grote brand uitgebroken. De brand werd door rookontwikkeling ontdekt door de politie. Ze vonden in een bedrijfspand. De politie is hier als eerste bij geweest en die heeft de brandweer ingeseind. Het is een, zoals gezegd, een autoschadeherstelbedrijf. Het is een veelheid van panden die vlak bij elkaar gebouwd staan. En er is één pand daarvan verloren. Woonarken in de omgeving van het autobedrijf zijn ontruimd. Een loods met auto's is verloren gegaan door de brand. Er zijn geen gewonden gevallen. Ja, onder de rookkolom, dus beneden Wins, daar ligt een 15-tal woonboten. Die zijn geëvacueerd. De mensen zijn er allemaal uitgehaald. Die worden opgevangen in een nabijgelegen bedrijfspand. Dat hebben ze vrijgesteld. En daar worden ze voorzien van koffie. We werden allemaal ruw in de slaap gewekt, allemaal wakker gemaakt en we moesten eruit. Ja, dus het is nu even afwachten hier aan de zijkant. We hopen dat we snel terug mogen. Burgemeester Wiene kwam diezelfde nacht nog polshoog te nemen bij het autobedrijf. Ook heeft hij gesproken met de omwonenden die zijn geëvacueerd. Verder heeft de brandweer kunnen voorkomen dat de brand is overgeslagen naar andere panden. Ja, omdat hier meerdere loodsen schuren tegen elkaar aangebouwd staan, is overslag niet ondenkbaar. Maar de brandweer heeft behoorlijk ingezet op een brandscheiding en we lijken dat te kunnen behouden verder. Het dak van de loods die is afgebrand, is mogelijk asbesthoudend. Daar is op dit moment een bedrijf voor onderweg om daar onderzoek naar te doen. En zodra daar meer over bekend is, dan zullen we dat berichten en dan zullen we ook adviezen geven. Een woordvoerder meldt aan Omroep West dat de opruimwerkzaamheden van asbest een grotere klus is dan gedacht. Zaterdag is men verder gegaan met de schoonmaakwerkzaamheden. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. De politie stelt daar een onderzoek naar. Er zijn maar 500 bezoekers afgekomen op de reddingbootdag van de KNRM. Dat zijn er ruim 1000 minder als vorig jaar. Dit meldt Omroep West. De slechte weersomstandigheden zijn waarschijnlijk de reden hiervan. Donateurs konden met reddingboot de Redder in de ochtend meevaren op zee. In de middag is het meevaren afgelast in verband met het slechte weer en de hoge golven. Ja, schitterend. Alleen een beetje koud. Maar enorm hoop werk verzet door de mannen en prachtige demonstraties. Prachtig, echt goed. Goed georganiseerd. Prima. Ja, helemaal spectaculair met deze golfslag. Het is jammer dat we niet mee kunnen varen, maar... begrijpelijk met het weer. U had graag meegewild? Ja, zeker wel. Ja. Hey, one man, one goal. One mission, one heart, one soul. Just one solution, one flash of lightning. Yeah, one God, one vision. One flesh, one bone, one true religion, one voice, one hope.
flesh. One bone, one true religion. One race, one hope, one real decision. Geïnteresseerden hebben ook kunnen zien hoe er gewerkt wordt bij grote ongevallen. Er was een grote demonstratie in samenwerking met brandweer en de politie. Een van de in het oog springende activiteiten bij de Reddingbootdag was Incidenten City. Een bijzondere mini-stad dat de grootste brandweerincidentenverzameling van Lego-steentjes in de wereld in zich heeft. Het oppervlak telt ruim 23 vierkante meter en er zijn meer dan 100.000 steentjes in verwerkt. De eerste keer dat wij hiermee stonden, dat is een jaar of 8 geleden. Toen was het 1 bij 2 meter en inmiddels zijn we 23 meter en iets verder. Hoe is het eigenlijk allemaal ontstaan? Het is ontstaan bij een open dag van de brandweer en toen zochten we iets leuks en toen hebben we dat in het eigen korps bedacht, gebouwd en dat is in 8 jaar tijd ontwikkeld tot wat je hier ziet. Nou, dit ziet er prachtig uit toch? Helemaal geweldig. Dus we zijn even op zoek naar de incidenten. Welke incidenten heeft u gezien? Nou, we hebben de begrafenis van de omgekomen, neem ik aan, brandweerman gezien. En het neerstorten van het vliegtuig. En bij het, de FC Twente bij het instorten van het dak daar. Dus het is indrukwekkend, moet ik zeggen. Nou ja, die brand in de zendmast. Begrafenis op zee. Allerlei dingen. Wat vindt u ervan? Ik vind het mooi. Ik vind het echt leuk. Ja. De kinderen? Ook, denk ik. Wij proberen ook altijd in te spelen op de actualiteit en zoals je zal zien, het laatste incident wat er nu bij staat is het treinincident van Amsterdam. En als je dan elke keer de meest actuele incidenten neemt, die herkenbaar zijn voor kinderen op het niveau van jeugdjournaal, dan spreekt dat tot verbeelding. En dat is nou precies wat we willen. Afgelopen weekend was er een treinongeval in Amsterdam. Die is hier ook al te zien. Oh, oké. Okay. Oh, dat zal waarschijnlijk de A zijn. Verwacht ik. Nee. Nou, ik denk de A. Daar? Ja. Oh, dus dat is redelijk recent, moet ik zeggen. Ja. So you say everything is gonna be alright now. But how do you really know? We bouwen het na van foto's uit de krant. Dus als er wat gebeurt, zoals Amsterdam, dan maak je na en dan maak je dus de sprintertrein van Amsterdam na die daar staat. En dat doe je eigenlijk met alle gebouwen en incidenten. Ja, het ziet er prachtig uit. Wat vindt u ervan? Ja, ik vind het net zo mooi als dat zij het vindt. Ja. In aanloop naar Koninginnedag daalde ook in onze gemeente de jaarlijkse lintjesregen neer. 14 inwoners van ons dorp werden koninklijk onderscheiden en werden lid in de Orde van Oranje-Nassau. De gelukkigen zijn mevrouw Van Duin van der Plas uit Katwijk. Een stukje erkenning van alle jaren wat je als inzet gedaan hebt voor de vereniging, voor de regio, landelijk. Dat is wel heel erg mooi. Had u het verwacht toen u vanmorgen binnenkwam hier? Nou, toen ik mijn groepje zag zitten, dacht ik, oh jee, dat is foute boel. Maar wel leuk. De heer De Vreten uit Katwijk. Mevrouw Haringman-Zuiderduin uit Katwijk.
Mevrouw Huigen van der Vlucht uit Katwijk. De heer Kellner uit Rijnsburg. De heer Klaassen uit Katwijk. Mevrouw Kwakernaak-Hoppenbrouwer uit Katwijk. De heer Lagerwerf uit Rijnsburg. Vrijwilligerswerk doe je gewoon. Daar ga je niet voor een lintje of wat, dat doe je niet. En ja, dan is dat toch een heel vreemd gevoel. Toen ik vanmorgen hier kwam had ik nog niet echt indruk. Pas op de parkeerplaats kreeg ik een beetje het gevoel wat gebeurt hier. En dan kijk je koud, warm, er gaat al van alles door je heen. Je kan het eigenlijk niet beschrijven, maar ik ben er wel erg blij mee. Ja. De heer De Leeuw uit Rijnsburg. Mevrouw De Mooi van Vredendaal uit Rijnsburg. De heer Van der Plas uit Katwijk. Er is opgenoemd waarvoor die onderscheiding gegeven is. Dat vind ik heel prettig, leuk. Ik zou ook andere dingen, maar de hoofdpunten die zijn hier van de voren gekomen. En dat is de betrokkenheid bij de verenigingen, wat ik doe en nog steeds graag doe. Hè, waardoor je dus, laat ik zeggen, anderen ja, kan helpen. En je eigen eventuele kennis die je hebt ook overdragen naar die vereniging toe, zodat iedereen daar baat van kan hebben. Is trots? Ja, ik ben wel een beetje trots. Ja. De heer Roosendaal uit Katwijk. En mevrouw Schoonenberg-Verloop uit Katwijk. Nou, ik was gewoon helemaal. In zoverre was ik voor meneer Roosendaal, dat is onze schoonzoon, zijn vader, ben ik hier naartoe gekomen. Dus mijn man zei, we gaan naar Jaap Roosendaal. Ik zei, nou dat is leuk, dan gaan we daarheen. Dus vandaar dat ik hier was en ik ging naar de tafel, want Mirjam, onze dochter, die zei, mam, het is tafel 5. Ik zeg, nou dan gaan we naar onze tafel 5. Maar die zaten daar. Ik zeg, maar waar moet ik dan heen? Ja, naar tafel 8. Dus toen had ik het nog niet in de gaten. Ik ben helemaal beduust. Maar dan roept de burgemeester ineens uw naam af. En ja. Dan? Ja, nou en dan? Dan sta ik helemaal perplex. Want ik denk, ja, ben ik dan degene die een lintje krijgt? Want ja, goed, mijn man heeft er alles een gekregen. En nou ja, dat is leuk. Maar ik was helemaal verbouwereerd. Ik vind het erg leuk. Wat betekent deze onderscheiding voor u? Nou ja, wel een hele een waardering wat je dus allemaal gedaan hebt in je leven. Ik heb natuurlijk dat tafeltje dekje, dat zei de burgemeester, dat ik heb daar in UWV op de stuur gezeten. Maar ik heb ook 30 jaar het tafeltje dekje gedaan, tot een paar jaar terug. En dat, ja, ik ben ook heel sociaal bewogen. Hè? Omdat ik ben dan doktersvrouw. Maar goed, dat doet niet zo zaken. Maar ja, sociaal bewogen met heel veel mensen en ook met name de zang, het lief en leed en nou ja, de HVD van de kerk en de Wilbert. Daar heb ik altijd de zang gedaan, 15 jaar. Dus dat, ja, dat is wel, je bent heel betrokken met mensen en ook met, voornamelijk ook met ouderen. En dat zit in me. Dus trots? Ja, ik ben heel trots. Ik ben er heel trots mee. Ja, ik ben helemaal beduust en ik ben heel trots erop. En ik ben heel blij en dankbaar daarvoor. En de heer Zwaan uit Katwijk. Zij zijn allen lid geworden van de Orde van Oranje Nassau. Een jarenlange traditie is per 1 mei verdwenen uit het straatbeeld van Rijnsburg. Per bakfiets werd tot die tijd brood rondgebracht door Jaap Vreeken, maar hij gaat nu met pensioen. Vanwege de leeftijd. Hè? Ik ben naar mijn pensioen toe en we hebben afgesproken dat ik het op mijn 65 zou doen. Dus deze week is de tijd dat we zullen stoppen. In al die jaren heeft hij een band opgebouwd met zijn vele klanten in Plan de Hoek. Kijk, je komt natuurlijk ook bij mensen aan de deur waar kinderen van gaan trouwen. Dat is hartstikke leuk. Vorige week kwam ik bij iemand aan de deur. Die was die meneer net overleden. En dan moet je natuurlijk ook je woordje klaar hebben. Maar dat lukt me nog aardig. Dus. En of het nu stralend weer was of er lag een dik pak sneeuw. Het brood moest rondgebracht worden. Afstappen en de bakfiets duwen door de sneeuw heen. Maar ook dan kom je aan het eind hoor. Het is echt niet dat de meters sneeuw leggen. Als er 40 centimeter sneeuw legt, dan denken de mensen wel dat je in de Noordpool zit. Maar je komt echt nog wel met de bakfietsje erdoorheen. Het gemak dat je broodje in huis wordt gebracht en het gezellige praatje van Jaap zullen de klanten zeker gaan missen. Ik vind het jammer. Ik vind het heel jammer. Dat moet ik zelf. En hoe lang heeft u aan huis brood gekocht? Zolang dat u dat al doet. Ik weet niet hoeveel jaar of u dat doet, maar dat weet ik niet. Nou, heeft u hier ook altijd een briefje op gehangen? Deed u dat iedere keer? Ja.
ben ik weg en dan weet hij precies wat ik hebben moet. En waar werd het brood dan aangehangen? Hij ging gewoon naar binnen? Ja, natuurlijk. Anders wordt het nat en dan halen ze een broodje weg en dan zit ik zonder brood. En wanneer betaalde u dan? Zaterdags. Dat is makkelijk. Dan hoef je niet te wachten. Jaap gaat met pensioen en voor de bakfiets wordt nog een bestemming gegeven. Ik denk dat hij op internet komt te staan voor onderdelen, maar het kan ook gebeuren dat ze hem aan het museum aanbieden. Misschien dat jullie dat bij Van Tilburg kunnen vragen. Nou, ja. Nou, dan kan hij die gebruiken voor zijn kleinkinderen.